En met een beetje zo'n vervallen sfeer, daar zit een verhaal in. Dat vinden althans theatermakers Job van Gorkum en Thomas Postema. Ja, hoe zit dat precies? Waarom hebben die plekken zo'n aantrekkingskracht op jullie? Job? Thomas? Wie wil? Okay. Ja, het is smullen. Het is een... Elk gebouw heeft een verhaal en er zijn dingen gebeurd. En soms ligt het helemaal vol met spullen die daaraan doen herinneren. Soms is het gewoon achtergelaten alsof het net iemand is weggelopen. En dan, ja, dan kan je helemaal je fantasie op loslaten. En dat is dus het is een heerlijke aanleiding om theater vanuit te maken. Precies, jullie doen dat dan met ook nog zelfgebouwde muziekmachines. Theater dus op de plek van zo'n industrieel erfgoed. Donderdag voor de 10e keer vanuit de tuinbouwkas in Lent. Het geluid van glas heb ik me laten vertellen. Ja. En jullie zitten nu nog in de voorbereiding. Neem eens mee zo'n repetitie. Dat doe je dan ook in die kas, ja. Thomas? We lezen ons eerst natuurlijk heel goed in. Net als hier. Ja, ja. Je gaat maar eerst... wat bedoel je in de geschiedenis van zo'n bijvoorbeeld die kas in Lent? Je onderzoekt van alles. Je gaat mensen vragen die er ooit gewerkt hebben. Je gaat zoeken naar archieffoto's. Je gaat op bezoek in kassen die nog functioneel zijn. Zodat je precies weet wat zich daar nou heeft afgespeeld. Je gaat zoveel mogelijk informatie opdoen. En dan duik je met z'n allen die kas in. En dan ga je 3,5 week eigenlijk sluit je jezelf daarop. En daar maak je dan je voorstelling. Maar ja, ik moet nog even het voor me zien hoor. Theater in de kas. Je sluit je op en dan. Dan zit je daar in die kas, verlaten en wel. Ja, nou ja, iedere ruimte kent zijn geluiden. Niet alleen de akoestiek natuurlijk, waar je in bevindt. In een kas is die heel eigenaardig. De puntdaken in een kas zorgen dat je af en toe hele vreemde klanken terugkrijgt. Maar ook potjes die daar staan, ruiten die kunnen rammelen als je het geluid wat te hard zet. Ja, noem maar op, er zit natuurlijk in ieder pand zit een bepaald soort geluid. Ja, de daar klanken gaan we van de kas. Precies. Ja. Ja, gek hoor. En dat zijn de geluiden die je als je er gewerkt hebt bijvoorbeeld waarschijnlijk niet eens heel actief hierin, maar als je het hoort, is dat dan zo'n oh ja moment? Ja, het was grappig. We waren nog helemaal aan het repeteren, aan het uitzoeken, klanken aan het uitzoeken. En toen kwam de dochter van een van die bazen van die kassen. Er zijn drie broers en die hebben die kassen gehad met elkaar. Mm. En die broers hebben inmiddels zelf kinderen. En een van die kinderen die kwam langs. En we waren met potjes bezig. En die was meteen terug in de tijd. Dus we waren gewoon alleen maar potjes aan het neerzetten. En dat geeft al, er zit een soort ribbelrand aan die potjes. En een ratje en dan zet je ze zo neer. En we gingen er dan ook nog op slaan natuurlijk. Dus die kwam helemaal terug in de tijd. Ja, echt nostalgie is dat dan. We horen het nu een beetje in woorden. Maar we hebben als het goed is ook wat klanken. Dus even kijken. Hey. Zijn dit echt de geluiden uit zo'n kas? Nee. Dit zijn geluiden. We hebben deze geluiden gemaakt voor de trailer van de geluid van glas. Ja, ja. Dit soort muziek maken we. Maar je hoort eigenlijk een compilatie van een aantal klanken uit verschillende voorstellingen. Mm-hmm. Maar ja, dit soort muziek maken we inderdaad wel. Dat is het. En dat wordt dan een beetje die klanken. Die probeer je dan ook te vangen in de muziekinstrumenten die jullie zelf maken. Precies. Er staan hier ook een paar ontzettend bijzondere, nou ja, ik zou bijna werktuigen noemen op tafel. Maar het zijn instrumenten. Ja, dus dat is onze manier van muziek maken. Dus we hebben die klanken van die kas. Ja. We hebben een aantal ingrediënten. Dus de kas, de verhalen van de kas, de klanken van die kas, onze eigen instrumenten, een heleboel liedjes die we hebben, die we uit de doos kunnen trekken. En een heleboel liedjes schrijven op ter plekke zelf. Maar en dit zijn een paar van de muziek. Wat heb je daar voor je staan? Dit is eigenlijk een soort mini-versie van iets. Oh, een soort mini-versie van wat we ook in het groot hebben. Nu moet je er met een hand aan draaien. En het is een soort. Nou, je hoort een ritme. Ja, ja. Je kunt het ook zien trouwens. Ja. Dat heb ik kunnen we het zien? Radio 1.0. Zo, ik hem er even voor haal. Zo ziet hij eruit. Ja, prachtig. En het is een soort percussieachtige. Ja. Dus dit hebben we ook in het groot. En daar kun je allemaal dingen inprikken, uithalen. En daar kan je alle ritmes mee maken die je hebt. Mm-hmm. Dat is onze machine. Dit zijn de ritmes, maar ik hoorde net toen bij het begin van de uitzending ook klanken. We hebben hier een, dat kent iedereen natuurlijk wel als het speeldoosje wat je 's nachts boven je bed nog even één keer aanzet. Zodat je lekker kan slapen.
Maar je hebt ze ook. Geef jij die kaart een beetje op. Dank je wel. Waar je zelf gaatjes voor kan krijgen. Ja, ja. En die gebruiken we anders ook heel vaak. Ja. Ik zou bijna zeggen, het ziet er niet uit. Want zeg maar, als je gewoon normaal instrument koopt, ziet het allemaal heel gelikt uit. Ja. En dit is allemaal, het is ja, een werktuig, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. Maar er komen prachtige dingen uit. Dat is te gek. Die heb je dus ook in het groot. En daar maken jullie dat dan van. Is dat dan allemaal dat je dat van tevoren bedenkt? Of kom je gewoon in die kas en ga je dan die muziekinstrumenten ook bedenken? Ja, allebei. Dus we hebben echt een zeecontainer vol met spullen. En wij zijn dan de muzikanten. Je hebt nog twee anderen. Dat zijn de bouwers. En die zijn ook natuurlijk muzikant. Maar zij bouwen het meer. Zij hebben hier muziek ingang. En we trekken zo'n container open. En kijken wat kunnen we gebruiken. Wat past er hier. En dat beginnen we steeds bij nul. Dus in het begin van zo'n maand weten we eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Ja. Maar ter plekke kan je ook heel veel dingen gaan uitzoeken. Dus wat voor geluiden zijn hier? Nou, dan kom je bij die potjes. Nou, al die potjes hebben een bepaald geluid. En nou, daar kan je muziek mee maken. En als je piepschuim op glas doet, nou, dan gaat het ontzettend piepen. En er hingen ontzettend veel snaren en dingen waar je op kan rammen. Dus je kan die hele kas laten trillen. Ja, ja, en, dus op zo'n manier. Maar dan denk ik, dan heb je op een gegeven moment de klanken. En dan moet je dat nog gaan koppelen aan het verhaal. Want wat is nou het verhaal van die kas in Lent? Er zitten een aantal verhalen aan zo'n plek vast. Als je het nu op deze kas betrekt, dan gaat dat voor ons heel erg over de ontwikkeling van een zaadje. Wat langzaam tot een soort kiemplantje opgroeit. Wat groter wordt, uiteindelijk een plant wordt. Die uiteindelijk die kas verlaat. In deze kas werden pantoffelplantjes gekweekt. Nou, ik weet niet of iemand hier aan tafel nog weet wat. Kennen jullie een pantoffelplantje? Een pantoffelplantje is. Nee. Zelfs de boswachter kent het. Ik kan heel goed kloppen. Bosje voor. Die komen waarschijnlijk in het wild hier helemaal. Ik geloof dat ze uit Peru kwamen oorspronkelijk. Nou, ze zijn hier in Nederland denk ik al zo'n 40 jaar ouderwets. Dus ze worden alleen nog maar naar Roemenië verscheept. Dus die plantjes die verlieten daar die kas. En ja, daar nam je afscheid van. En dan ging je weer opnieuw beginnen. Dus het was een soort cyclus waar je mee werkte en waar je in leefde. Het is de levenscyclus die je eigenlijk afbeeldt. Precies. En het mooie aan deze kas is, je loopt er doorheen en je begint. Dat was onze eerste ervaring ook. Het is eerst een vrij normale kas, een beetje verwaarloosd, roestig. En je loopt van de ene kas in de andere en op een gegeven moment verdwaal je. En op een gegeven moment beginnen de bomen te groeien in die kas. En op een gegeven moment ga je nog een deur door en dan sta je in een kas en dat is gewoon een oerwoud geworden. Het is gewoon een soort alsof de wereld is vergaan en je bent de eerste die daar weer loopt. Mm-hmm. Dus de bomen groeien daar tegen het glas aan en nog net niet doorheen. Ja. Ja, dat is smullen. En dat is gewoon al in zichzelf dus al een verhaal. Frans, dit is voor jou de hemel op aarde, zo'n voorstelling. Ja, dit is fantastisch. Ja, dat moet je behouden, moet je niks meer aan doen. Ja, precies. Nou ja, het is wel zo dat iedere plek waar we spelen uiteindelijk een andere bestemming krijgt. Ja, hetzelfde, ja. En helaas zal dat waarschijnlijk in dit geval zijn dat die kas gesloopt gaat worden. Toch zou het mooi zijn als dit soort plekjes ook bewaard blijven. Ik ben ook aan het vechten voor kippenhokken die vroeger in de land. Dat zijn prachtige dingen als symbool van een bepaalde periode. Het geluid van een kip. Precies. De inspiratie voor de volgende show. Zo werkt dat. Maar hoe zit dat bij deze kas? Want die pantoffelplantjes die willen we dan blijkbaar niet meer. Maar kon er niet iets anders verbouwd worden? Waarom moet het dan gesloopt worden? Nou, een kas is een ontzettend, je zou het niet zeggen, gewoon een glazen huis en de zon erop en klaar. Maar er wordt ontzettend veel geïnnoveerd in de kas- en tuinbouw. En eigenlijk valt er bijna niet tegen op te concurreren. Je moet vreselijk hard werken. En die pantoffelplantjes die kosten, nou, ik heb me laten vertellen, inmiddels nog steeds precies hetzelfde als 30 jaar geleden. Inflatie en gulden naar euro meegedacht, zeg maar. Ja, ja. Dus het was gewoon niet meer te doen. Ja. En daar valt eigenlijk ook helemaal niets meer te verbouwen. Het is veel te duur geworden. Maar verwacht u dan ook van die medewerkers vroeger die dan. Dit wordt ook een soort. Het is bijna een beetje de begrafenis van de kas, jullie show. Nou, er is nog één broer dus, en daar zijn we wezen kijken. Dus die drie broers en daar één van die zonen, die heeft nog steeds hetzelfde zaad. Dus het moederzaad wat hier gebruikt is waar wij zitten. Dat is doorgegaan naar zijn kas. En we zijn er langs geweest. En daar groeien 30.000 pantoffelplantjes dus. Dus hij heeft het echt groot aangepakt. Ja. En gaat allemaal naar Roemenië. Dus dat is ook meteen. Dat vond ik echt. Het is echt ook wel een mooi plantje gewoon. Dus dat was mijn eerste liedje wat ik ging schrijven. Was gewoon dat drama. Dat je gewoon al je liefde erin stopt. En dan heb je iets moois.
En dan moet je er afscheid van nemen. En is er ergens nog een eenvoudig land als Roemenië. Oh, kijk, hij heeft er zitten googlen. Ja, zit dit is een pantoffelplantje. Ik zie dat soort geel, oranje. Ja, dus ja, ik zal maar even naar de webcam, maar dat is natuurlijk veel te ver weg. Nee, zoek zelf maar even op Google op pantoffelplantje. Maar kijk, als je mij dan 15 minuten geleden had gevraagd... hoe kun je emotioneel worden van een kas? Dan zeg je ben gek, maar nu snap ik het wel. Nee, nou, zo'n pantoffelplantje ontroert mij dus. En het is gek, maar ik heb een dochter van 17. En op een gegeven moment, we hadden het laatst over... dat ze de rijbewijs zou gaan halen. En ze moet op een gegeven moment gaan studeren. En het gevoel dat je afscheid neemt van iets... wat je helemaal van het begin af aan hebt opgegroeid, zien opgroeien. Nou, dat zit voor mij allemaal in het liedje van een pantoffelplantje. Het is heel emotioneel. Het is fantastisch. Ja. En is, want het is natuurlijk geen theater. Hè? Hoe gaan mensen zitten? Is er een decor? Hoe werkt dat? Mag jij even... Nou ja, dat verandert natuurlijk iedere keer dat we ergens spelen. Op de ene plek is geen ruimte om iets anders te doen dan te zitten. En hier is de ruimte zo immens groot... En je wil zoveel laten zien dat je mensen meeneemt. Dus mensen lopen een route door de kas heen. Ja, Simone, wat vind jij ervan? Ja, heel bijzonder. Ik ben eigenlijk stil van. Je bent helemaal stil. Want het is niet de eerste keer dat jullie zoiets doen. Jullie doen het al 5 jaar. Dus de kas is het zoveelste project. Ja, 10e editie. Kun je nog iets anders bijzonders noemen waar jullie... Nou, we hebben in een boerderij gezeten. Dat was een hele bijzondere plek in Wapenveld. En daar zat ook een enorm verhaal aan vast. Want die... daar woonden een aantal broers en zussen. En die mochten ook niet trouwen. Want dan zou je ander bloed krijgen. Ze hadden besloten met elkaar, wij gaan niet trouwen. Dus dat was op het uit... natuurlijk, dat moest uitsterven aan het einde natuurlijk. En zij zijn nooit met de tijd meegegaan. Dus ze hebben nooit elektriciteit gehad. Nooit. En dat was tot hoe lang geleden heeft daar de laatste gewoond? Ja, halverwege jaren 90 was. Ja, dus het was heel recent dat mensen daar nog gewoond hebben. Zonder gas en zonder elektriciteit. En wat dan heel gaaf is, is dat er mensen daaromheen... in Wapenveld, die zijn heel erg nieuwsgierig naar die boerderij. Ja, ja. Want die stond er altijd en zij mochten daar nooit naar binnen. En dan eindelijk horen ze van jullie het verhaal. Ja, en de familie is dus ook geweest, snap je? Dus we hebben gewoon het verhaal van die familie eigenlijk gepakt... en tot drama, tot een in de liedjes verweven. En uiteindelijk komt die familie kijken en ja... Mooi werk. Het is heftig. Smart. Nu dus vanuit de kas, wanneer is het te zien? We gaan in première op komende donderdag. En dan spelen we hem, traditiegetrouw zou je kunnen zeggen... de rest van de week helemaal uit. Dus van donderdag tot en met zondag. Het is echt een ware marathon. Want we spelen meerdere keren per dag. Ja. Het geluid van glas. En na zondag doeken we de hele zaak weer op. Kijk. En gaan we naar de volgende. En is weer klaar. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Veel succes ermee en dank voor jullie komst hier. Dank je wel. Dat is Jobse manier van dag zeggen. We gaan even naar Richard.